Ja, dat bekende Nederlanders zijn, hè, vrienden. Ja, ja. Dat maak ik nu al een tijdje mee. Ik moet daar heel erg om lachen. Want het stelt namelijk, dat bekend zijn, dat stelt helemaal niks voor. Nee, niet een beetje, helemaal niks. Nee, ik zit laatst te eten, hè? Ja, ja. En dan als jij dan bij jezelf denkt, nou, ik stel wat voor, en, kijk, mij is belangrijk zijn. Dus ik zit gewoon te eten van de week. En mijn vrouw die knikt zo naar mij, zo van, hè, met het. Dat ben je nou wel gewend, zo van, nou, daar, ik weet wie je bent. En die mevrouw die zegt, terwijl ik opsta en wegga, zegt ze, dag Edwin. Ja, en deed daarna, ja, nog even leuk zo van, deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist. Dat is al een liedje, zo ga ik naar boven. Ja, die deed ze er nog even bij, met zo'n guitig gezicht zo van, ja, dat vind je misschien wel even leuk. En die ziet mij dus aan voor Edwin Rutte. Ja. Nou, niks meer aan de hand natuurlijk. Want mensen, alsof mensen dat allemaal weten en heb je ooit eens een keer gezien en denken van, oh, dat is die meneer, weet je wel. Dus dat stelt geen ene moer voor, vrienden, nogmaals. En wat denk je van die Amsterdammer, die is een keertje, die ging zo voor me staan en die zegt, hey, gozer, even niks zeggen, hey. Nee, even niks zeggen. Ik ken jou, ja, jij hebt een kind. Jij hebt een bekend koepie, ja. Even niks zeggen. Ik ga zeggen wie jij bent. Ja. Ik zie het wel hoor. Ja, ik weet wie jij bent. Ja. Ralf Inbar. En dan weet je ook direct weer van, zie je, het stelt geen ene moer voor herhaling. En dat kleine jongetje, ja, die was de allerbeste. Kleine jongetje, die komt hard aangerend. En die gaat, hop, zo voor me staan. Ja, met die grote ogen. En die zegt, ja, hey, jij bent, ja, volgens mij ben jij Harry Vermeegen. En ik denk, nou ja, weet je, ik ga dat niet ontkennen natuurlijk. Hé? Nee, dat is natuurlijk lullig voor zo'n gozertje. Dus ik zeg, ja, dat klopt. Ja. En toen keek hij me weer aan met die grote ogen. En toen zei hij alleen maar, ja, dat zal wel.